We vonden het ongeluk en het schijnt ook nog een 100-jarig feestje te vieren dit jaar, het Apostolisch Genootschap. En wat het exact inhoudt, het geloof, heeft iets te maken met geloof in elkaar en hoop putten uit het feit dat je er nog bent. Het is allemaal heel modern en we gaan eens informeren binnen, terwijl er hartstikke mooi gezongen wordt ook nog, hoe dat exact zit met dat geloof. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat zegt natuurlijk niet alles. We gaan aanbellen. Mogen we even kijken? Ja, wat mij betreft. Ja? U bent de dirigent? Nee hoor, nee. Nee? Als u eventjes wacht, dan zal ik even kijken hoe het gaat. Ja, ik wacht wel even. Ja? Oh, ze zijn aan het zingen, zeg. Maandagavond, jongens. Hoort eens even. Iedere maandagavond. En dat is ter voorbereiding eigenlijk van de zondag, van de dienst op zondag. Ja. En het zijn allemaal mensen die graag zingen en die vrijwillig. Dat is te horen, ja. Ja. En ze hebben dan ook nog met dat apostolisch genootschap te maken? Ja, wij zijn allemaal lid van het apostolisch genootschap. En kunt u mij eens heel snel vertellen wat dat inhoudt, wat dat is, wat het verschil is? Wij geloven vooral in elkaar ook. En dat wij deel zijn van een groot geheel. Dat hebben we ook net ook gezongen. Ja. En eigenlijk willen we dat aan elkaar laten blijken. En in de hoop dat we daar met elkaar ook gelukkig door worden. En dat gevoel hebben we met elkaar. We leven heel erg mee. Ja, en dat is ons, als ik dat even mij hoor, zo snel zeg. Maar daarbij is ook nog een God aanwezig, neem ik aan. Die daar een centraal onderdeel van is. Ja, maar niet als een maar meer als een scheppende kracht. Die we in heel veel dingen in de natuur, maar ook in mensen en ook in wat mensen met elkaar beleven. Ja, dus de Bijbel komt hier niet in dit gebouw? Die ligt er wel, want dat is wel de basis waaruit ook dit is voortgekomen. Ja. Ja, als je de verhalen leest over Jezus van Nazareth, bracht hij dat ook zo, denk ik, in praktijk. Alleen in zijn tijd. Ja. Ja, maar er zijn heel veel dingen, denk ik, waardoor je zegt van we beleven veel met elkaar. En hoe noem je dat dan? Waar komt dat vandaan? Ja. En wat voor soort mensen zijn er nu aan het zingen? Dat zijn de weespers? Ja. Allemaal weespers? Ja, zijn weespers. Mogen we kijken ook nog of niet? U mag best een stukje luisteren. Ja hoor. Ja, luisteren natuurlijk. Het is een repetitie. Ze zijn nu mee bezig. Dus welkom. Ik ga mijn gehoor af. Ik denk een paar engeltjes te zien daar. Dat klinkt hartstikke mooi, zeg. Goedenavond. Verborgen in de straatjes van Weesp, ergens in een kerkje, ook in Weesp. Het apostolisch genootschap en daar werd koren weer van, repeteert elke maandagavond. En ik vond het de moeite waard, jongens. Hoe is het om hier in de gewelven van de City of Esopa te zijn? Ja, ontroerend. het ademt iets uit. Ja, dus het is toch een beetje... Geschiedenis, ik heb het veel liever als het hele moderne spullen. Ja, maar jullie hebben ook een hele lange geschiedenis al.